What the fuck is dat? What the fuck is dat? What the fuck? Oh my god. Een fucking grote slang. Doei. Hey, doei hè. Oh god, oh god, oh god. Hij zit achter me aan. Oh god, hij zit achter me aan. Yo dames en heren, mijn naam is Don. Welkom bij Ark Aberration. De lang verwachte DLC van Ark is eindelijk uitgekomen. Waarbij wij in een nieuwe wereld worden gedropt. En kijken hoe het eraan toe gaat. Ik heb mijn poppetje heb ik eigenlijk al een beetje in elkaar geflanst. We hebben een aantal locaties. Ik denk, weet je wat? Ik ga gewoon naar Portal. Ik noem mezelf de Gamenaar. En ik zou zeggen, create new survivor. En laten we kijken hoe het hier is. Oh, kijk. Hey, hallo. Wat hebben we hier? Nou ja, de spawnplek heette Portal. Dus wat houdt deze Portal in dan? Ik zie hier een aantal parasauers, hallo. Een aberrant parasauer, oké. Ik zie een paar raptortjes. Ik zie wat vuurvliegjes, een schildpadje. What do we have here? Oh my god. Oh kut, raptor. Oké, raptor. Ik heb nog helemaal niks. Jongens, help. Heb ik hem afgeleid? Nice. Oké, ik ben al gelijk level up. Very nice. Zijn dit grijpbare bosjes? Dit zijn grijpbare bosjes. Oké, de besjes werken dus blijkbaar nog zoals eerst. Oh god. Dat is een EQS. Achtervolgd, ik hoorde hier een dodo. Hey, nog een EQS. Moet je kijken hoe fucking hoog het ook is. Man. Wat een gezeur dit. Wat is het? Oeh, ik wil het achtergrondverhaal dan wel even weten van hoe is dit dan precies gegaan? Is een blauwe, dus een rode, dus of een groene, dus een rode? Heeft het dan te maken met zeg maar die palen die in gewone Ark zit? Dat die een soort van teleportatie hebben gecreëerd ofzo? Wat zal ik doen? Oeh shit, ik heb food en water nodig. Weight is sowieso handig om te hebben. Oké, wat hebben we hier als eerst? Transfer guns, S plus zit er sowieso in. Reusable spear, prima, die hebben we nodig. Oké, ik moet opschieten, want ik zie een raptortje heel dichtbij. Ik was net bezig met mijn levels. Parasaur. Help. Oké, I'm fucking dead. Een level 4 aberrant raptor. Top, dat ging goed jongens. Ik heb al lekker veel ontdekt. Ik ben nu wat meer in het bossige gedeelte gespawnd. Laten we sowieso weer even een paar besjes pakken voor health en dergelijke. Dan geef ik ook wel even een paar beuken aan een fungal wood. What the hell is fungal wood? A thick, sturdy cutting from a huge mushroom. Oh, wat? Wat cool. Oh, dat telt dus ook gewoon als hout. What the hell is dat? Wacht, laat me even een pickaxe maken of iets. Pickaxe, dan heb ik tenminste iets. Oké, daar kan ik niks mee. Hatchet? Kan ik ook niks mee. What the hell is dit? Is dit... Doet dit damage? Hallo? Poisoned! Ik ben poisoned! Poison. Het is een 10 seconden poison. Wat verdrink ik? Krijg ik geen lucht? Oh my god, kijk mijn HP dan ook. Het dook omlaag met 60. Ben je mal? Ik wil even een pickaxe hebben. Ik moet een steen hebben. Steen. Mooi. En dan kunnen we even een pickaxe. Want ik heb even spul nodig om mezelf te verdedigen. Man, wat een drama dit, joh. Oké, flint heb ik. Even een hatch erbij. Oké, we good. En dan kunnen we een hatchet maken. En hoe zat het met de speer? Flint en wood hebben we dus nog nodig. Oké, we zijn weer een level up. Maar dat maakt even niet uit, want ik wil even een speer maken. En ik tik wel even een health bommetje erbij aan. Ik denk dat wel handig is. Oké, we hebben nu enigszins middelen om onszelf te verdedigen. Waar de hel ben ik? Maar ik ben aan zo'n zijkant. Moet ik daar langs? Wat is dat? Ik zit echt bij alles. Wat is dit? Wat is dat? Het is wel echt ultiem gruwelijk hoor. Kan je dit oppakken? Oh my god, dat kan je oppakken. Een Asbaric mushroom. Een aquatic mushroom. Kijk, a wavy looks refreshing. Kan ik het opeten? I can. En ik zag even mijn defense omhoog gaan, volgens mij. Oké, wat nou als ik het... Nou, mijn eten gaat omhoog. Dat is prima. Wat is dit? Oric, een oily
Glitters. Lux Invigorating. Oké, okay, wat was die we eten? Oké, okay, dan gaat mijn water omlaag. Maar gaat waarschijnlijk mijn stamina omhoog. Dus een soort van Tintoberry, denk ik. Of Stimberry, sorry. Oké. Okay. We hebben hier groene stenen. Green Gem. Ik weet niet waar die voor nodig zijn. Green Gem. Strange Gem used as a crafting ingredient in primitive tools and saddles. Ik weet niet waar dat hier ergens te vinden valt, maar dat zal vast wel ergens voor nodig zijn. Oké, okay, waterskin kunnen we wel gebruiken en de hele cloth outfit kunnen we ook wel gebruiken. Daar hebben we fibertjes voor nodig. Outfit, outfit, outfit. Daar hebben we hide voor nodig, wat we op het moment niet hebben. Dus dat komt dan nog wel. Oké, okay, ik wil even terug naar het originele pad gaan. Want ik heb het gevoel dat ik daar, zeg maar, verder door moet lopen. Maar ik heb in ieder geval mijn outfitje nu. Ik hou mijn speer even bij de hand. Is dat wat ik denk dat het is? Het is een beehive. Of in ieder geval meerdere beehives in elkaar. Nee, het is er eentje. Oké, okay, laten we daar maar niet dichtbij komen. Daar ben ik op het moment niet voor bepakt. Oh, wat is dat geluid? Aardbeving! 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 Er is een aardbeving, jongens. Zoek dekking. Ik weet niet waar ik dekking moet zoeken. Hé, hey, een stego. Even kijken, daar was de portal. Hé, hey, een groene drop. Oh, dat is altijd handig. Maar waarom is de aardbeving er? Stop! 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 Hallo? Oeh, oh nee, dat was mijn lijk. Oh ja, die bestjes kan ik wel gebruiken. Ja, ja, ja. Oh. Ik moet echt geen steen op mijn bakkes krijgen, want dan ben ik gelijk neer. Wat zijn deze vuurvliegjes? Hallo. Charge glowbug? Put a battery in inventory? Oh, dat is voor elektriciteit is dat. Wat cool. Oké, okay, ik ga verder die kant op lopen. Hallo meneer de paracer. Want dan loop ik volgens mij de wijde wereld in. Even kijken, wat is dat? Een raptor of een gallimimus? Nee, dat is zo'n besjesgrijper. Oké. Okay. Elke keer die tink. Wacht, wat zijn dit? Wat? Er valt hout. Flint. Allerlei spullen. Of schud dat uit mijn inventaris. Nee, ik heb ook één kristal. Komt dat dan uit de lucht vallen? Omdat het zeg maar... Omdat we ondergrond zitten of zo. En dat dat dan van de bovenwereld komt. En dat dat dan normale resources zijn. Dat het naar beneden valt. Perhaps, perhaps. Hallo, het is een iguanodon. Dat was hem. Is er ergens water in de buurt, by the way? Ik moet even een waterskin hebben, denk ik. Hey, shit. Ja, daar heb ik hide voor nodig. En dat heb ik niet. En het ziet er ook niet naar uit dat hier ergens water is. Kidokie. Dan moeten we even naar buiten. Maar dit is wel echt ultiem vet. Ik vraag me zo hard af wat zeg maar het verhaal hierachter is. En dit zijn nog wel relatief normale dino's. Je hebt er gewoon een stego, je hebt hier een trike. Weet je, maar dat zijn dan hier aberrant versies. Je hebt dodo's natuurlijk voor het huid. Got him. Oké. Gimme. Vlees kunnen we ook altijd wel gebruiken, maar een waterskin hebben we nodig. Mik die dodo's op een smoel. Tak. En die was mis. Hartstikke idee. En bap. Lang leven de dodo's, jongens. Lang leven de dodo's. De reusabele speermennen zijn wedergekeerd. Oké, okay, what do we have here? Oeh, dit is een apparaat. Denk ik. I don't know, man. Wow, what's that for force field? Hallo? Maakt geluid. Ah, is dat water? Is dat water? I don't know, man. Ik weet niet, laat ik hier maar wel even naar beneden. Hallo, hallo? Oh, hallo! Wow! Echo! Ja, en niet zo'n klein beetje ook. Yo! Hoe is het? Ja, goed, hoe is het met jou? Kijk wat ik heb! Oh mijn god! Het is een Bulby! Ja! Oké, okay, hoe werkt hij? Wat doet hij? Ik weet het niet, ik kwam hem tegen en ik kon hem passive tamen met dat vlees en dat had ik toevallig, dus ik denk ik ga er maar gewoon voor. Cool. Hey, ik zoek wat water. Heb je toevallig een waterskin nodig? Ja, want ik verga van de dorst op het moment. En je pakt die. Volgens mij is hij verder op water, dus dan moet je hem even volgen.
Ik volg u op de voet, want ik heb op het moment heel erg dorst. Ja, ik ook. Ik geloof dat ik hier wat water verderop zag, maar ik weet het niet zeker. We gaan het zien. Je was hier gewoon... Dude, what the fuck is dit? Wat? Oh nee, weet ik niet. Poison, nee, poison. Oh, hallucineer! Oh, what the fuck? Oh, ik ook! Oh mijn god, wat er gebeurt er? Ik ben een cool chess. Ik ga naar het water toe. Ik denk dat het hier is. Oh, jezus, wat gebeurt er? Ik heb ik ben bijna dood. Huh? Waar is hij heen? Is hij dood? Uh-oh. Oh, dit is niet goed. Ik eet even wat besjes. Hopelijk krijg ik daar weer wat vocht van binnen. Want ik moet hier verderop zijn. Oh shit, hier is geen water. Het is gewoon glinstering. Shit. Ik heb water nodig. Oh mijn god, wat de hel is dit allemaal, man. Water! Water, 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 water! Oké, wacht. Kan ik hier gewoon naar beneden springen? Wat de hel is dat? Oké, dat moeten we kunnen. Ik zie wel een gigantische krab. Kan ik er uiteindelijk uitkomen als ik zeg maar erin ben gesprongen? Is misschien ook wel handig. Ik denk als ik heel ver spring, dan moet het op zich wel lukken. En daar zie ik anders ook nog een randje. Laat ik dat doen. Uh-oh. Oh, het is er zo eentje. Oké, ja, heel leuk en aardig, maar ik verga van de dorst, makker. Geronimo! Gaan we! Come on! Hopelijk is het diep genoeg. Yes! Oh! Oh, godzijdank zeg. Woe! Oh, dit kon ik wel even gebruiken. Man, oh man. Ik ben ergens naar beneden gesprongen. Geen idee. Oh my god, dat is een gigantische krab. Oh god, en hoe kom ik ook eigenlijk weer omhoog? Zijn dit parels? Zo ja, kan ik die gebruiken? Oh, die krab ziet er heel gevaarlijk uit. Ja, dit zijn silica pearls. Die ken ik nog wel. Oké, ik moet mijn stamina een beetje goed bewaren. Want ik zie daar volgens mij verderop een spino. En daar verderop staat ook die krab. Ik moet naar dit middeneilandje toe om überhaupt weg te kunnen komen. En die krab ziet er heel gevaarlijk uit. En hij is in gevecht met een krokodil. Zolang hij afgeleid is... Oh my god, wat is dat? Oh mijn hemel. De krab die zit achter mij aan. Ren, 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 ren. Kom op. Kom op. Ren, zwem bedoel ik. Kom op. Je kunt het. Je kunt dat. Nee. Een piranha heeft mij opgegeten. Ik wou dat ik iets van een spyglass had ofzo. Kijk, dit is er een. Een bulbdog. Put taming food in last item slot to feed. Ja, maar ik heb geen vlees. Ik kan hem wel doden voor vlees. Ik weet niet wat hij doet namelijk. Oké, dat is één. Kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Kom maar. Kom maar. Kom maar. Dankjewel. Hide kon ik namelijk ook wel goed gebruiken. Oké, ik heb weer een hele outfit tot mijn beschikking. Cloth. Oh, ik heb meerdere hoedjes. Oké, dat is een oeps. Oké, ik heb weer twee waterskins. Ik heb vlees. En ik heb besjes. Dus ik red me voorlopig wel eventjes. Alleen ik moet dan weer eventjes water opzoeken. En ik moet dan even kijken hoe ik hier überhaupt weg kan komen. Maar ik vraag me af, is Joost dan hier ergens dood gegaan? Want die hallucinatieplanten, die waren daar ergens. Maar ik zie niet zo gauw even een lijk. Nou ja, is dit een kist? Oh, hallo. Explorer note. Rockwell record. I fear that even with the unwilling aid of Miss Walker, I still cannot completely control the machines in the Starlit Sanctuary. Starlit Sanctuary? Ik weet niet zo 1, 2, 3 wat dat betekent, maar dankjewel. Oh god, is dat een Carno? Oké, Carno's zijn agressief. Dus, oh my god, ik ben 7 levels omhoog daardoor. What the fuck? Wacht. Als het goed is... Bola. Kan ik een bola maken? Reusable bola. Oeh, die zijn wel erg duur. Bola. Shit. Ik heb meer steen nodig. Is hier ergens steen? Ik heb 1 steen nodig. Hier zijn geen stenen. Ik moet heel even terug. Nee. Kost weer te veel tijd. Ik sprint er anders wel gewoon langs. Of dat, of ik face hem head on. Ook al ben ik niet echt blij met dat plan.
Carno. Doe rustig aan, meneer de Carno. Doe rustig aan. Ik weet niet welk level je bent. Oké, hij heeft me gezien. I need to get the fuck out of here. Help, 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 help. Help! Oh, hij zit in mijn nek, 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 hij zit in mijn nek! Help! Oh, hallo dodo's. Hallo dodo's. Hallo. Ik moet even hierdoor. Ik heb geen oneindige staan. Oh shit, deze sprong ga ik niet halen! Oeh, shit! Oké, ik leef. Oh shit, nog een Carno. Help. Is dat een spinkrab? Oké, even tot bedaren komen. Wat gaan we doen? Wat gaan we waar doen? Help, nog een Spino. Nog een Carno. Shit. Ik moet de hoogte in. Ik moet even de hoogte in. Is het mogelijk dat ik de hoogte in kan gaan met een of ander iets? Een gereedschapje of iets om het te... Hij zit bij me. Ga weg. Weg. Headshot. Doet niks. Als je zo blijft staan, makker, dan pak ik je. Oké. Oké, ik heb letterlijk spullen onder me staan, wat ik zou kunnen gebruiken. Thatch moet ik hebben. Sleeping bag. Muren moet ik hebben. Oh, hij komt weer terug. Hey, wacht nou even. It's a fuck me. Shit. Ow. Oké, weet je wat? Ik ga niet meer dat hoofdpad belopen. Ik neem nu gewoon anders even lekker zo'n zijroute. Ik weet niet of dat een ding is. Oeh, kijk hier. Oeh, wait until it's hungry again. It's on level 8. Maar is hij überhaupt wel ergens goed voor? Kan ik hem niet gewoon doodmaken? I don't know. Hij is wel cute op zich. Het is een soort... Hoe zeg ik dat? Dat ene beest in... Die vis. Die vis met ook dat lampie. Oeh, wacht. Hebbes. Bulbdog. Nou, we noemen jou dan gewoon... Bulbdog. Dat is prima. Pick up. Attacking targets. Ik heb geen idee waar je goed... Oh. Oh shit, het gaat weer gebeuren. Meekomen, Bulbdog. We moeten weg hier. Voordat we stenen op onze kop krijgen. Oh, kijk, zie je? Droppen gewoon dingen uit de lucht. Maar ik weet niet meer welke zijkant het was. Maar aan de ene zijkant konden we gewoon een soort van naar buiten lopen. Maar... Oh, mijn god. Waar was dat ook alweer? Was dat hier? Ik denk dat ik het heb gevonden. Daar, dat ene kiertje. Dat moet het zijn. Oké, Bulbdog, jij bent mijn waakhond voor nu. Oeh, pak de spullen op. Gratis spullen. Nog meer gratis spullen. Ik weet niet wat dat precies inhoudt, maar dankjewel. Oh, jezus, wat is dit? Blue gem? Green gem? Spullen? Die aardbevingen, dat is zo gek. Dat is zo vreemd. Oké, waar zijn we nu? Nog steeds in een paddenstoelenrijk? Oh ja. Bola's. Laat me even bola's maken, want dan... Als ik die heb, kan ik sowieso... Of ben ik veel veiliger. Want stel, een raptor valt me daarna aan, kan ik gewoon een bola op zijn mik gooien. En dan zijn we qua dat in ieder geval gewoon veilig. Terwijl we dit dan ontdekken zijn. Wat de hel is dit? Wat is dit? Dit is zo vreemd. Is het... Het is een... Charge note? Blue gem, charge battery, powered on station, red gems. A strange, highly advanced material humming with the air with energy. It devolves when transferred across arcs. Hey, wat is dit? Is er nog één? Bulbdog.
Nou. Wat nou, hè? Wat nou? Je staat op attacking target, toch? Doe eens, whistle, attack this target. Nee? Attack this target. Moet ik dan serieus een crosshair hebben? Nee. Attack this target. Attack! Attack my target. En dan doe ik één keer dit. En dan gaat hij, daar gaat hij. Lijken net speelse honden met elkaar, joh. Oké. Dat gaat best oké. Hey, dank je. Oh, je bent level up. Oh, hier. Oh, ik moet ook nog wat food in je douwen. Dat is wel zo, hide kunnen we altijd wel gebruiken. Beehive. Ik wil er echt niet dichtbij komen. Denk als ik zelfs dit doe, dat het dan... Niks? Bijen! Bijen! Get the fuck out of here, man! Ik heb even een waterbron nodig. Trouwens, deze charge... Ik weet niet wat het is. Ik denk dat het een soort van elektrische lading is... wat je nodig zal hebben voor items en dergelijke. Hey, parasaur. Hey, wat is dat een Diplo? Nee, dat is een Diplodocus. Hallo? Diplodocus. Oké, ik zie daar kristallen en ik zie daar... een beehive. Die kristalletjes wil ik eigenlijk wel even hebben. Oké, die kan ik letterlijk niet hiermee minen. Daarvoor moet ik metalen tools hebben. Hallo? Oeh, ik heb een kiertje gevonden. Nice. Dit kan wel een schuilhokje zijn. Hallo. Welcome to my house. Ik zie daar verderop een blauwe gloed. Ik ben nu in het dodo-rijk trouwens. Er zijn hier fucking veel dodo's. Dus dit is wel echt een stabiele beginpunt. Wat is dat voor toren? Daar sprong ik naar beneden bij die brug en toen viel ik in het water. Oh shit, het wordt donker. Alle lampen zijn uitgezet. Ik weet niet, ik ben heel benieuwd wat er verderop is als je die brug volgt. Maar die sprong valt gewoon niet te behalen. Tenminste, niet met de movement speed die ik heb. Oh. Fuck. Oh fuck, wat is dat? Oké, dat gaat er in de grond. Oh shit. Oké, parasaur, ik ga een beetje naar jouw kant toe. Kijk, wat de hel is dat? Dat dook net de grond in. Is dat een uit de kluiten gewassen purlovia of zo? Oké. Ik ben nu even bij dit blauwe gedeelte. What the fuck? Hey, blauwe drop. Blauwe drop. Blauwe drop. Moet ik even voorzichtig zien te komen. Hier moet wel iets in zitten wat ik kan gebruiken. Oké, daar is een beest dood gegaan. Ik zie alleen maar stegosaurussen. Voor de rest niks. Oké. Kijk, 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 kijk. Oh, shit, schorpioen. Hey. Hats. Hats. Linksom. Oké, go, 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 go. Nee, level 35 moet ik zijn. Get the fuck out. Is het wel verstandig dat ik deze strijd aanga? Ik denk het niet. Die rechts van me, die zullen zo direct vrijkomen. Van hun bola. Maar dat is een mooie indicatie op deze. Want dan weet ik dat dat in ieder geval zo direct gaat gebeuren. Ja, kijk, daar zijn ze. Hij rent weg. Hij rent weg. Oké. Don't mind if I do. Dank je. Oké, dus die kan ik nog niet pakken. Dat is stom. Heb ik inderdaad niet meer bij nagedacht dat je daar levels voor nodig had. Wat is dit? Zilver, metaal... Het ziet eruit als metaal. Rich metal notes. Metaal kan ik altijd wel gebruiken. Weet je wat ik ook kan gebruiken? Fucking een huis en water. Oh kijk, daar loopt de brug verder. Oké, en daar, hier is kristal. Ik weet niet, als ik een huisje zou gaan bouwen... En dat is misschien wel handig dat we dat gaan engrammen. Is het handig als we dat gewoon naast het water doen? Laat ik eventjes een wooden foundation gaan maken... Waar ik dus meer wood voor nodig heb. Op zich niet echt een probleem.
Oké, als het goed is heb ik nu allemaal de ingrediënten. Ik heb 1 foundation, dat is prima. Ik heb, oké, blijkbaar 4 muren. Ik heb 1 ceiling en een doorframe. Dus we kunnen een huisje in elkaar flansen indien we dat willen. En nu even de locatie. Ik ben heel benieuwd waar die brug zeg maar naartoe leidt. En ik moet bij het water. Dat is ook wel zo handig. Hey, what the hell? Een ovis. Een ovis? Huh. Wacht eens. Blijf staan jij. Ik weet dat jouw vlees nogal waardevol kan zijn. Ook al heb ik een best wel gelimiteerde tijd om het te bewaren, kan ik best wel jouw hide, pelt en je raw mutton gebruiken. In de toekomst indien ik het zo ver laat komen. Oké, volgens mij zou het zelfs nu onpraktisch worden als ik meer meeneem. Maar er zat een oneindige stek in. Ik heb 300 mutton, 450 pelt en echt een scheidlading en hide erbij. En natuurlijk weer een leveltje. Dat is al helemaal prettig. Jemig. Ik hoor voetstappen. Oh nee, dat is een stego. Stego's doen niks. Kentro's daarentegen zijn wat gevaarlijker. Is dat weer een ovis? Hier zijn wel meerdere ovissen te vinden dan. Ja, dat is een bruine ovis. Wauw. Oké, ik weet niet waar dit naartoe leidt. Maar het is een brug omhoog. Een natuurlijke brug. Het is niet zeg maar de brug die ik oorspronkelijk wilde volgen. Dus bakken met steen. Ovissen rondom. Stukje hout. Als ik water wil hebben moet ik... Ik zie de water vallen. Ik zie water vallen. Dat is goed, dat is goed, dat is goed. Kijk, rich metal notes. Als hier stromend water is... Is het misschien handig dat ik hier even een kampje op ga slaan? Ah, water, hè. Oké, ik zie daar een karno verderop. Daar moeten we een beetje uit de buurt blijven. Kan ik het drinken? Alsjeblieft. Kan het... I cannot drink. What is this sorcery? Waarom kan ik dit niet drinken? Oké, dit soort van bullshit. Soort van bullshit! Oh. No! 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 I will not accept this! I will not! Gooi me naar links! Go, go, go! Op een steen, op een steen, op een steen. Huh. Oké. We good. We good for now, we good for now. Alleen het feit dat ik niet kan drinken vind ik puur storend. En ik heb een karno achter me aan. Ik zit een beetje vast, ik zit een beetje vast. Ik zit in de knoei met een karnosaurus. I am fucking dead. Go! 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 Go, 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 go! Go! What the fuck is dat? What the fuck is dat? What the fuck? Oh my god. Een fucking grote slang. Doei. Hey, doei hè. Oh god. Oh god. Oh god. Hij zit achter me aan. Oh god. Hij zit achter me aan. Ik moet echt mijn movement speed uppen. Oh my god. Hij spuugt gifballen. Oh my god. Oh my god. Wanneer gaat hij spugen? Nu. Dodge. Goed, 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 goed. Maar ik heb geen oneindige stamina, jongens. Geen oneindige stamina. Oh my god, hij is zo fucking snel. Pas op voor de gifbal. Oeh. Oh my god, dit ga ik niet halen. Dit ga ik niet halen. Rechts. Goed. Oh, hemeltje. Hey, neem een bola, pik. Oh, je gaat hier niet omlaag. Of heeft de bola geraakt? Snel, stamina, regenen. Kom op, kom op, kom op. Kom op. Hij keert om. Hij gaat ondergronds. Hij kan ondergronds. Oh god, dat maakt het niet veel beter. Oké, ik ben weer bij dezelfde brug. En ik heb nog steeds dorst. Ik denk dat ik gewoon verplicht ben naar beneden te springen. Alleen ik moet gewoon even kijken welke kant het meest veilig is. Als ik die kant op loop, kan ik richting de dieplo lopen. En dat is relatief veilig. Als ik deze kant op ga... Zit daar een spino?
Nou, dat lijkt me best duidelijk. Daar zit die krab. Misschien land ik hier op het randje. Dan kan ik daar zo door gelijk. Gaan we! Go, 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 go! Come on, come on, come on, come on. Oh my god. Dit voelt niet goed. Er zit een piranha in mijn nek. Au, au, au. Go! Bijen! Oké, okay, oké, okay, oké, okay, we good. Ik weet niet wat dat is. Ik weet niet wat dat is. Maar we hebben weliswaar wat water. En we zijn enigszins de gevarenzone uit. Oh, hey, wat is dit? Een explorer note. Ja, dat kan ik niet lezen, hè? Dat kan ik gewoon totaal niet lezen. Maar top, dankjewel. Ik ben weer een aantal levels omhoog daardoor. Die is een klein beetje ook. Cheemig. Misschien. Een idee. Om een tijdelijke basis hier dichtbij te creëren. Ik heb water daar verderop. Dus dat is positief. Voor de rest weet ik het ook niet, ouwe. Ik heb er gewoon letterlijk geen idee wat de fuck ik voor de rest moet doen. Er rust te veel angst op mijn schouders van... Er zijn gewoon te veel monsters om me heen. No es bueno. Kijk, ik hoorde hier ergens een Diplo. Ik weet niet, ik voel me best wel... Oh nee, dat is een Paracer. Oh, no. No, no. Ik zit vast. Hij zit vast. Goed, 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 goed. Stinkbeest. Ik loop ook even om te kijken waar ik mijn basis moet plaatsen. Ik word gelijk aangevallen. Is dit een relatief veilige plek? Het is bij de Spino in de buurt. Fuck it. Dit is mijn basis. En iedereen zal het maar accepteren voor wat het is. Nee. Een crash. Oké, okay, en door blijkbaar S+. Andere meukies crashen mijn game ook. Kan gebeuren. Het is net de release van de game, weet je. Dus daar moeten we gewoon voorzichtig mee zijn. Geinig dat het dan met de Wooden Foundation dan wel gewoon goed ging. Maar deze zetten we hier neer. Deze zetten we hier neer. En dan kunnen we nu eindelijk veilig gewoon hier staan. En gewoon even lekker wat vlees op het vuur te gooien. Hutsigadee. Nou, jongens. Bedankt voor het kijken naar deze Ark Aberration aflevering. Volgende week woensdag gaan we verder met aflevering 2. Ben je daar benieuwd naar? Doe dan een duimpje omhoog en laat een reactie achter. Wil je toevallig nog 2 andere video's van mij zien? Die staan naast mij. En dan zie ik je graag de volgende keer weer. Doei doei!